Onlangs verscheen aan de hand van een boek een verslag van de roemruchte historie van het Luxor Theater. Het boek heet Luxor Episodes. Ik heb het initiatief ertoe genomen omdat het dit jaar precies 25 jaar geleden is dat Luxor is begonnen in Arnhem. En het is ook exact deze maand 10 jaar geleden dat Luxor weer is gesloten. Dus het leek mij een goede aanleiding om over die periode van 15 jaar eens een mooi boek uit te brengen. Eigenaar van Luxor heeft vandaag een uiterste poging ondernomen om de intrekking van de nachtvergunning van zijn discotheek te voorkomen. Tijdens een kort geding tegen de gemeente heeft hij een reeks ingrijpende maatregelen aangekondigd. Burgemeester Scholten wil de nachtvergunning intrekken na een schietpartij. Luxor-directeur Jan Dame zegt alles aan geweldspreventie te hebben gedaan. Portiers werden door de politie gescreend en getraind. De politie kwam 1 keer per nacht kijken, maar liet het na 2 uur afweten, vindt Dame. Tijdens het kort geding vanochtend kondigde de discobaas verdergaande maatregelen aan. De advocaat van de gemeente Arnhem verwachtte niet dat burgemeester Scholten zal afzien van het intrekken van de nachtvergunning. De verantwoordelijkheid van de exploitant van Luxor, de dame, dat dergelijke inbreuk op de openbare orde gewoon niet plaatsvinden. Er mag gewoon niet geschoten worden. De Luxor-directie legt de schuld van de schietpartij bij de politie. Die zou niet adequaat hebben gereageerd op waarschuwingen voor een geweldsuitbarsting. Het boek heet Luxor Episodes, omdat het opgedeeld is in een aantal episodes, tijdperken zeg maar. In die 15 jaar, natuurlijk het begin van Luxor, het ontstaan dus geschiedenis. De periode dat het allemaal heel erg goed ging en natuurlijk ook aan het eind dat het wat minder ging en de afloop van Luxor. Dus het zijn eigenlijk 3 hoofdstukken die onderverdeeld zijn en daarom heet het Luxor Episodes. In de tijd dat wij veel artiesten naar Arnhem haalden was dit hotel, het Rijn Hotel, vaak het onderkomen van die artiesten. En we moesten natuurlijk verzorgen dat ze altijd goed verzorgd werden en een natje en droogje kregen. En toch een beetje in de buurt konden blijven bij Luxor. Dus vandaar dat ze vaak hier terecht kwamen. We hadden natuurlijk de landelijke top van alle bands uit Nederland die in Luxor kwamen. Dan hebben we het over De Dijk, Herman Brood, Candy Dulfer. Maar ook hele grote buitenlandse artiesten. En dat, daar was iedereen vaak verwonderd over dat die ook in Luxor konden staan. En dan moet je denken aan bands als Van Halen, Marillion, Therapy, noem maar op. Gino Vanelli, een hele bijzondere grote act. En natuurlijk heel veel soulbands, waaronder Johnny Guitar Watson, Bobby Womack en Nina Simone. En dat soort schrijfwerk heb ik gedaan, foto's verzamelen heb ik ook gedaan. Er lag een heel groot archief nog van Luxor van vroeger. Daar heb ik allemaal materiaal uitgezocht. Veel foto's zijn ook aangeleverd van topfotografen uit die tijd, die allemaal in hun archief nog materiaal hadden, dat ter beschikking hebben gesteld. Het boek is dus uitgegeven bij Contrast. Door Lucas Rozing en zijn dochter Marije Rozing heeft de vormgeving gedaan. En het ziet er inderdaad prachtig uit. Having a good time, baby. Wish you were here. Nou, wat ik zelf heel bijzonder vond, was in die tijd dat Van Halen bij ons kwam. Dat was eigenlijk een avond van een fanclub. En die hadden de opdracht gekregen om daar absoluut geen rugbaarheid aan te geven. Omdat er dan wel eens hele onverwachte dingen zouden kunnen gebeuren. En door een of andere overijverige fanclubmedewerker is er toch een bericht in de pers terecht gekomen. Wat er uiteindelijk toe leidde dat Luxor helemaal vol stond met 1200 man. Maar dat er ook nog eens een rij buiten de deur stond van 3000 man van Luxor tot aan het station. En dat waren toch wel hele bijzondere omstandigheden. Op 15 januari is er een reunie. We hebben onlangs met de presentatie van het boek in Luxor ook een reunie gehad. Maar dat was meer voor het personeel, oud-medewerkers van Luxor. En toen merkte dat er eigenlijk heel veel belangstelling was, ook bij het publiek, om nog eens een keer zo'n reunie mee te maken. Dat is ook in die afgelopen 10 jaar nooit gebeurd eigenlijk. Dus vandaar dat we het initiatief hebben genomen. Ik heb samen met mijn broer Peter gedaan om te kijken of we nog een leuk programma bij elkaar konden krijgen uit die tijd. Nou, dat is gelukt. We hebben Candy Dulfer en Hans Dulfer. We hebben Linda Estelle van Teaspoon en 100% Isis, die zal de afsluiting geven, de bekende DJ. Ik zou
mensen mee kunnen geven om dit boek aan te schaffen. Want het is natuurlijk een heel mooi tijdsdocument. Zeker al die mensen die al die jaren in Luxor zijn geweest, die zullen zich daar misschien toch weer een stukje in herkennen. En dat moet je dan gewoon op je boekenschap hebben staan, lijkt mij.